Ja, bro. Roy die vraagt aan mij: wat is de ergste terugreis die je ooit hebt ervaren? Ik zou er helemaal gek van worden als ik zo. Ik heb voor jou echt nog nooit zo gezien. Ja, bro. Wakey, wakey. Een ondervraging of zo? Ja, dit is een ondervraging. De first question is: hoeveel appels heb jij gegeten in de afgelopen 2 jaar? 10 of zo, denk ik. Ja, je eet niet vaak fruit, hè? Nou, niet specifiek vaak appels. Vraag nummer 2. De vrouw heeft al 2 keer aangeklopt van de housekeeping. Wij moeten eruit. Ga u mee naar beneden. Dat is gelul. Nee, ze is al 2 keer binnen geweest. Ja, doei. Nee, echt? Nee, ja, ik zweer het je. Het is 11:15, we moesten 10 uur uitchecken. Man. Hey joh, what's up iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb lekker vloggie Gerrit. Heb je hem helemaal af? Ik wil mijn auto nog te doen. Zo. Netjes hè? Zo. It's a beautiful day. We gaan terug vandaag naar Nederland, na een fucking gezellige week. Hey, dat ziet u. Spittag. Hé, dat jij een kater? Nee. Ja, dus. Ik zeg een week, maar ik bedoel een paar hele leuke dagen in Frankrijk. Hele leuke nieuwe mensen leren kennen. Veel mee opgetrokken. Misschien kunnen we daar nog even mee chillen in de bus, in het vliegtuig straks. Deze afgelopen dagen waren super gezellig, maar hebben me gekild. Ik ben al een persoon die een beetje chronisch slaapgebrek heeft, maar nu met de alcohol erbij. Kant en klaar ben ik. Althans, dat is een maaltijd. Ik bedoel, ik ben gekanteld. Of ik bedoel, ik ben klaar. Ja, ik weet niet wat ik ben, maar niet fit. Ik moet wel echt even naar mijn lichaam gaan luisteren. Want ik merk dat ik echt steken begin te krijgen in mijn rug. Op mijn onderrug, in mijn hart en zo. Dat is gewoon niet goed. Als dat een beetje gaat verschijnen altijd, dan moet je even een goede nacht rust gaan pakken. Dus dat ga ik vanavond ook doen. Maar wat was het leuk, hè, Roy? Zo. Oh, vannacht. Hoe laat is het geworden vannacht? Echt iets van 6 uur of zo? Weer dieven slaat. En weet je hoe laat ik mijn wekker had? 8 uur. Hé, hey, maar de vlog komt wel op tijd online, jongen. En anders niks. Nee, ga je douchen? Ja. Die is ook ellendig, hè. Ben je zo naar de ratten? Huh? Zeg, ben je zo erg naar de ratten? Ja, ik moet wel even douchen. Moet je horen, hè. Wow, die was ranzig, hè. Oh, aankomende tijd zijn we echt weer hele vette dingen gepland. Dit was natuurlijk wel een leuk tripje. We zouden ook gaan skiën op deze trip. We luisterden dan helemaal niet van gekomen. Alles was hier eromheen gebouwd om te zuipen. En we konden wel gaan skiën, maar de enige reden dat het niet kon, is dat het kon gewoon niet met de vlog. Omdat ik gewoon moest editen, weet je. En daarna hadden we gewoon gelijk een planning. Meestal in de ochtend had je hier dan vrij, deze trip. En dan kon je even skiën, was allemaal helemaal netjes geregeld. Hebben we helaas niet kunnen doen, maar we hebben wel heel veel andere lol gehad. En de lol gaan we weer doortrekken in Nederland. Er zijn echt nog hele leuke dingen gepland aankomende tijd. Daar heb ik wel heel veel zin in. Daarom is het ook belangrijk dat ik mijn nachtrust goed ga pakken. Nou, ik rond mijn vlog nog even lekker af. Laatste stukje af editen. En it's time to go. Out check, you know. Maar pleurenzootje moeten we nog opruimen. Ja, is zo gedaan, hè. Is zo gaan. Valt mee. Het is gewoon alles in je koffer pleuren. En gaan met die banaan. Deze mogen we niet vergeten. Die moeten we meenemen. Dat is een mooie foto van het weekend. Een mooie herinnering. Zo'n boyband, maar dan met een lady. Met beide gender band. Ben je aan het twijfelen of weet je zeker dat je een boy bent? Maar tegenwoordig twijfelen veel mensen. Ja, je hebt een beetje last van dit raam, weet je. Roy die vraagt aan mij: wat is de ergste terugreis die je ooit hebt ervaren? Ja. Maar is dat een hint naar jezelf? Voor vandaag? Nou ja, het hoort wel altijd, ja. Ik heb wel eens terugreizen gehad die minder ingrijpen waren, denk ik. Maar geef jij eerst antwoord en dan geef ik daarna antwoord. Oké, maar ergste terugreis ooit? Na school, internat heette dat. Dat je dus met school op reis ging. Toen waren we naar Londen geweest, wat overigens dan te leuk was. En toen gingen we terug. Met 1 grote bus, met de hele klas erin zo, met al die gasten. En het was echt alleen maar, iedereen was gewoon moe, iedereen wilde gewoon naar huis. En dan zit je gewoon nog even 10 uur of 12 uur of zo met z'n allen in zo'n fucking bus. En plaspauzes en dit en dat, wat voor kalender. Toen dacht ik wel van, nou niet wachten tot we weer in Nederland zijn. Nou, dat klinkt nog redelijk te doen. Niet, ik denk dat ik nog wel een erger heb, man. Met barven gewoon en zo, dat is echt fucked up. Heb je dat gehad, ja? Dat heb ik zeker wel gehad als kind. Als kind. Vliegtuig naar de Keien of zo, weet je wel. Dat was een keer een ding in zonde gebracht.
gewoon helemaal niet goed, hè. Had je vliegangst? Oh. Hallo. Zie je, er is ze weer. Derde keer. Maar ja, dat denk ik, man. Die van jou? Die van mij, ja. Yeah. Ja. Ja, ik weet hem gelijk, man. Ja? Instant belletje die gaat rinkelen. Maar. Dat was vorige zomer. Mexico. Nee, dat is 2 zomers geleden. Dat is 2 jaar geleden. Maar nee, dat was nachtje doorhalen. Griekenland. Terug naar huis. Dat was de ergste terugreis die ik veruit ooit heb gehad. Dat gaat niks stoppen. Wat dan? Ik heb het nooit gehoord. Nee, je kan het gewoon letterlijk checken in de vlog. Oh, wat was dat? Dat was echt een taaie bedoeling. Tot de max. Wat was er dan? Wat was er dan? Dat was met die vriendengroep gewoon. Gingen we volle bak tappen en shoppen natuurlijk de hele week. En we gingen terug, gast. En op een gegeven moment, wij kwamen half zeven s'avonds thuis. Maar de bus kwam om 8:30 of zo, ons ophalen. Ja, laten we gewoon doorgaan. Nog fles rode wijn met 2 andere gasten, met Matt en Luc, heb ik naar binnen gewerkt. En toen was ik zo gesmekt, dat ja, wij nachtje doorgehaald kwamen op dat vliegveld. En dan begin je een beetje half dronken uit te nuchteren, maar dan werd toch nog een soort dronken, super raar. Ga je het vliegtuig in, ben je helemaal misselijk en slaap je raar, last van je nek en het duurt eeuwig. Kwam ik thuis, om 1:30 was ik thuis. Wacht, ik moet dit echt even opnemen. Ja. Het spijt me, maar de persoon... Op terugbellen bedoel je? Weet je het, moeten wij niet nu al beneden staan of zo voor die bus? Weet jullie nee. Zo'n avond die... Goed verhaal, jongens. In ieder geval, zij op vakantie. Jullie kennen weet het. Jullie inmiddels zo'n heel taai. Bus moeten hebben dan. 12 uur weg. Oké. Okay. Ja. Show! Ja, dan gaan wij nu. Show. Lekker. Oh, wij moeten gaan. Nou, dan wordt het weer uploaden op de hotspot. Bye! Ja, ik kijk op het lekker. Zullen we nog zo'n dingetje nemen of zo? Van. Ik versta daar echt geen reet van. Ja, ze zit in de winkel als ze niet lekkers en dit is mee. Ik ben zo fris. Ja, hoor, de bus die ons naar huis gaat brengen. Let op Roy, hij is helemaal kort. Kijk wat voor A-plek we hebben, jongen. Althans, dat vind ik. Roy, jij vindt het ook een geweldige plek. Toch achter in de bus, daar hebben we altijd... Fantastisch. Daar hebben we altijd iedereen zitten, toch? Zeker. Hij vindt het geweldig. Ja, maar je bent niet misselijk, dus dat maakt het niet uit. Nee, ik ben helemaal niet misselijk. Nee. Ik heb ook helemaal niet zo heel weinig geslapen, het valt allemaal mee. En gisteren hebben we ook helemaal niet heel veel gedronken, dus... Dat is op zich ook helemaal geen combi. Kijk, al zou je het jezelf nou aandoen, is het nog een kut, weet je wel. Maar je hebt het niet jezelf aangedaan. Precies. Ja. En dat drinken werd gewoon naar binnen gegiet. Gegiet? Of gegoten? Nou, kan je nagaan hoe ver het is. Het is ongelooflijk. Gegiet, dat zei ik gewoon echt serieus. Ja, je zei het echt, man. Blijf. Zo flink heb je gegiet gisteren. Zo, niet normaal. Ja, dit wordt ellende. Dit wordt afzien, dit wordt afniften. Al die bochten ook, kijk dan. Oh. Al die haakse bochten. Roy zit zich in 1 punt vast, trouwens, dat hij een beetje balans heeft, weet je wel. Oh, Ja, daar hangt een mooie zak. Ja, maar maat, gaat niet hier lopen barven. Ja, boeien, als je moet nekken, moet je nekken. Dat is leuk voor de vlog. Dat is leuk voor de vlog. Ik word helemaal naar van jou. Oh, dat moet juist niet. Ik zal niet die guy zijn die het gaat op... Jullie zijn echt erg. Wat zeiden ze dan? Ik zou gewoon voorin zitten. Is er nog een plek? Nee. Ik ben het. Mag ik naast de buschauffeur zitten? Ja, ik ga zo gewoon even verliezen. Gewoon naast het toilet zitten. Gewoon op die trap. Nee. Op die trap bij het toilet. Met gewoon, en dan ook gewoon mijn hand op. Misschien vrienden of wat ook. Oh. Dan ben ik gewoon de toiletjuf. Nou, je handen op erin in te nekken. Jawel, zeker wel. Bepaal echt een keuze hier zit. Maakt 10 keer erger. Ja, dat zei ik. Maar... Wat had je perfecte plek geweest? Direct naast de maar wc? Ik zeg maar zei van zullen we daar gaan zitten? Dat lijkt me chill. Dus weer daar. Dus gewoon naast de wc? Ja, best. Ja. Maar zij konden ook niet weten dat ik misselijk was. Ga een woordgrapsessie gooien als afleiding. Ja, ik trek zo wel weg, hoop ik. Wat wil je een woordgrapsessie doen als afleiding? Nee? Hey? Nee, hij wordt het niet. Ja. Hij wil me niet aanhoren vandaag. Mijn verhaal niet. Hulp niet. Laat het los. Wat wil je weten dan? Nee, ik wilde meedenken met je, maar ik werd niet gehoord. Oh, je wilt een woordgrapsessie ja. Doen. En als ik je op mij... Niet klaar voor. Oh, je hoort het gewoon ook. Ja. Ja, maar ik bedoel, wat kan ik doen om jou af te leiden? Niet veel, man. Van mijn film. Nee, bang. Moeten we je met rust laten? Nee. Moeten nee. We juist blijven praten? Nee. Ik vind dat gezellig met jullie. Wat kunnen we doen? Niet zoveel, man. Nee? Het is gewoon even uitzitten dit. Dat is echt waar. We gaan het zien, maat. We gaan het allemaal meemaken. Komt vast wel goed. Gewoon lekker, je moet jezelf knijpen, man. Dan focus je niet op die misselijkheid. Gewoon een pijnplekje creëren.
Dat denk ik, vroeger ook. Ja, dat werkt goed hoor, dat denk ik vroeger ook gewoon. We blijven praten over hoe goor en misselijk kut is. Ja, dat wordt kotsen. Nee, dat moeten we niet doen, denk ik. Nog letterlijk gewoon kotsgeluiden maken. Ik hoef ook niet echt mee, moet ik zeggen. Nee, deze dat? Ja. Ik had niet eens door. Ja, letterlijk. Ja, ik wel. Nou, we zijn verschrikkelijk tot nu toe. Maar we hebben ook niks te drinken, toch? Nee, dat vind ik wel. Nee, maar wil je nou weer verder zuipen, ja? Nee. Ik ga nog een serieuze pinnen. Ik zeg, het begint echt op een ingrijpend schoolreisje te lijken. Rot, maar ik heb het doe een beetje met de passaten. Gezelliger hoor. Ja, Weet je wat mij waar vandaan? Ik heb een waarde vol met wind. Ze schrikken al die vriezen, maar ik fucking boos op ons. Ik wilde zeggen hoe de rollen kunnen omdraaien. Hey. Want jongens, ik voel me gewoon weer op mijn beest. We zitten hier gewoon een lijpe karaoke sessie te doen achter in de bus. Ellie en Rickert. Met Ellie en Rickert? Ja. Oh ja, de steen is weg. Weg. Helemaal weg. Of zo, zoiets hè. Ja, hij zegt mijn footsie. Footsie ploetsie. YouTuber, hij is niet beter. Dat is een vlog nooit voor mezelf. Gaat goed, Don? Ik voel me best, joh. Ja? Sta je weer lekker chaotische Don-modus. Die vlog even te uploaden, zo. Ja, we hebben geen internet, hè. Werkt dus... het allemaal? Zo werkt dat. Het is mijn setup. Ik vind dit fantastisch. Gaan we even observeren. Hoezo vind je dit altijd zo fantastisch? Dat vind ik gewoon mooi. Ik kan gewoon staan zo. Maar eigenlijk, weet je, want dat doe ik altijd. Ik zou er helemaal gek van worden als ik zo zou moeten staan op een vliegveld. En dan, Daarom doe ik altijd zo mijn koffer als ik moet wachten. Dat doet hij altijd, hè? Ja, als ik op reis ga, dan zit hem een beetje boven mijn wakeback. Ja? Zit een beetje de go-to move. Als je uitklapt, je dan? Die heb je meestal bij? Nee, daar pas ik niet meer in. Is zo dik. Vliegveld lol. Jongen. Ja, Roy, even dat flesje vol. No. Roy, heb het flesje vol gezeken. Ja, echt. Ja, serieus. Kan niet. Het gaat heel mis. Waarom gaat iedereen duidelijk? Waarom heb je dit ook op een doppie gezet? Niet, begin je niet andersom leuker? Wil weer uitdagen. Dat is toch leuker? Omdat hij dan stellen zo. Ah. Ik zou die zwaarder, die zou je hier weer onderin zetten. Echt spannend. Welke superheld kan altijd drinken? De fles? De fles. Echt spannend dit. Aquaman, ja, die ook. Is dat echt een superheld, Aquaman? Nu lukt deze ook niet meer. Ja? Oh. Maar het is van DC. DC? Deze. Ja, je hebt Marvel en je hebt DC. Nee, dat ben ik. Nou, een beetje Joodse cultuur hier. Ja. Ik vind het verschrikkelijk mooi. Oh, ik vind het verschrikkelijk. Mooi. Ik vind het verschrikkelijk geweldig. Jij kent het ook al een beetje. Ja, ik ben het alweer kwijt. Ida maar niet meer in nagel. Nee, dat weet ik. Ja, wacht, ik heb hier staan. Jullie hebben de lyrics naar me toegestuurd. Nou, je gaat even de lyrics erbij pakken, hoor. Ida maar tof om anahim. Shere magim gam ja gap. Wat staat er? Ik heb jij. Jezus, couplet 1. In de matofomanie. Wat de fuck is dit? Hoe heb je dit uitgeschreven dan? Uitgegeven. Gewoon Nederlands, gewoon hoe je het zegt. In de matofomania. Ik
Ook gewoon twee keer. Ik kan het niet eens één keer uitspreken. Dat staat bij twee keer. In de matofobanya him. Shedabahim hamya. Shedabahim hamya. Dit is zo hard. Nee, dit wordt al zachter. Je moet ook even deze nog doen, hè? In de matof. In de matof. Shedabahim hamya. Roy zit zo achter die camera. Kunnen we nu met z'n drieën doen dan? Ja, oké. 3, 2, 1. Hine matof om aan jahim, sheda machim ham jahab. Hine matof om aan jahim, sheda machim ham jahab. Hine matof, sheda machim ham jahab. Hine matof, sheda machim ham jahab. Jullie zeggen gat, maar staat hier gat. Ja, dat is verkeerd geschreven. Dat is gat. Het schat. Een grap en een gap is eigenlijk hetzelfde. Ik heb die aanpassing doorgestuurd, maar ik heb in Zwitserland geen internet, dus die is helemaal niet aangekomen. Oh. Hij is niet aangekomen, nee, ik hoop het niet. Nee, ik heb het best gedaan van niet in ieder geval. Ja. Alsof mijn gezicht smelt. Goed, maar hè? Recht, die quote die hiernaast staat, ja, dat is precies hoe ik me nu voel. Veeg hem op. Veeg hem op. Zeggen we dan, fijne vlucht. Fijne vlucht, jongens. Bye. Fijne vlucht. Ik hoop niet dat Roy kucht. Want hij ruikt nog naar de drank. Hoi! Hey. Is dat echt zo? Nee, niet meer. Nee. Oh, okay. Wel in de ochtend, maar nu niet meer. Oh, alleen maar geslapen tijdens de vlucht. Ido heeft ons opgehaald. En die zorgt gewoon dat wij ook gewoon gelijk de bikken hebben. Wat een gek, kijk dan. Pulled chicken. Oh, dat is gek! Oh, oh, ze? Dat is een, dat hebben we nog nooit gezien, een rubberen deksel. Ja. Dat smelt niet in de pan. Nee, het gaat gewoon goed. Ook als je hem hoog op het vuur zet, of op de plaat. Ja, ik weet niet als je hem op de plaat zet of dat nog steeds goed gaat, maar... Ja, maar ik bedoel als je gewoon de temperatuur op z'n allerhoogste zet, standje 9. Dat gaat nog steeds goed, ja. Oh, nou, wat bizar. Ja, ja, wraps, bolletjes, weet ik het allemaal, stokbrood. Zo, hier heb ik zoveel trekking. Oh, heerlijk. Hoor, je mist het weekend nu al, hoor. Ik zeg, je mist het weekend nu al. Je zit al de vlog terug te kijken. Scoop, heb je baas hier gemist? Ik wil gelijk bij je liggen, hè, wat lief. Kijk eens wat Ido mij gebracht heeft. Zo, de knet. Oh, jij neemt met stokbrood, toch? Ja. Ik neem met de wraps. Ja. Ik zeg tegen Roy, wat heb je dan toch een geweldig huis. Hier komen we thuis in een oase van rust gewoon. Ja, dat is lekker, man. Heerlijk. Ik kom echt eens tot rusten. Ja, man, alsof je alleen op de wereld bent. Zo'n gekke vibe op jouw huis. Ja. Ik had ook echt zin om de vlog te kijken. Ja? Ik had zin in, ja. Ik had echt zin in. Nou, let's go. Waarschijnlijk hebben ze dat wel al hier. Zit aan Pieter. Mannen van het goede leven, ik ga jullie verlaten. Ik ga naar huis. Don, je gaat ons nu verlaten. Blijf zoals je bent. Blijf vooral zoals je bent. Want je vlogt als nooit tevoren. Nu de roem en goed bekend. Heel veel liefs. Van opa Jopie. En ook van je oma Wil. Blijf je voor altijd volgen. Laat de tijd maar even stil. Ik vind het zo leuk hoe Scoopje gewoon bij je ligt. Mooi, Roy, heel erg bedankt voor het weekend, afgelopen dagen. Jij bedankt. Ik vond het helemaal goud. Ja. Nieuwe mensen leren kennen, veel meegemaakt, gefeest, zo. Ontzettend veel gezopen. Niet normaal. Ik ga gewoon zo meteen naar bed. Hè? Ik ga gewoon zo meteen naar bed. Ja, ik ook. Ik denk over een uurtje. Ik ga morgen al vroeger opstaan om te editen. Ik ga het vanavond niet eens meer doen. Nee, ik ga gewoon over een uurtje lekker naar bed. Ik denk dat ik gewoon nu naar huis rijd. En dan ga ik gewoon rustig me klaarmaken voor mijn nest ook. Ja, en nog even lekker douchen en dan vers met pisnest. Douchen, raggetje, tanden poetsen, Listerine. Snapte? Het is wel grappig hoe jullie op één niveau zitten aan gewoon gesloopt zijn. Oh, niet normaal. Ik heb vooral jou echt nog nooit zo gezien. Kijk, ik zie Roy natuurlijk wel eens fucked up. Maar ik merkte gewoon al, toen je in de auto stapt, je was gewoon... Ja. Helemaal... Ja. In een andere wereld. Ja, wij zijn wel echt even kapot. En niet veel geslapen de afgelopen dag. Nee. Maar wel heel veel leuks gedaan. Dus, hoeveel uur zouden wij geslapen hebben in die 4 dagen? Ik denk legit 20 uur of zo. Ik denk, ja, ik minder. Ik sowieso minder. Nog minder, ja? Ik denk maar ik ben elke dag vroeger opgestaan om te editen. Ja, boeien. Ja, ik moest ook heel vaak vroeger op voor die livestream-sjijs.
Ik denk dat ik alleen al meer geslapen heb dan jullie bij elkaar. Ik heb echt een paar van die drowsy dagen gehad. Drowsy ja, dagen? 11, 12 uur slaap gewoon twee keer. Oh, wat lekker. Maar jij draait ook nachtdiensten. Nee, nu niet. Oh. Niet meer. Oh, maar dat vind je kut, zo lang slapen? Nou ja. Vind je dat heerlijk als het kan? Nee, dat vind ik te lang, want dan word je wakker, maar dan kan je ook niet lekker wakker worden of zo. Tenminste, ik kom dan niet direct meer uit mijn bed. Dus ja, ik weet niet. Dan ben je gewoon... Je vindt dat je dag verpest is? Ja, ja, ik denk het wel. Taaie bedoelingen zijn het allemaal. Ja. Maar, Ido, dankjewel. Laters. Hoi, maat. Later, maatje. Dat is goudgast. Dat is echt goede shit. Dag. Scoop. Groetjes. Laters. Auf Wiedersnitzel. Oh, verkeerde. Dat was op slot. Ja, nu kan hij het ook zingen. Don gaat ons nu echt verlaten. De OG's kennen dat nummer, jongen. Geweldig. Zo, wat een leuke dag gehad. Wow, maar ik ben wel echt gekild. Wee, oh! Dat editen, dat is gewoon altijd even een dingetje. Maar dat is gewoon zo. Ja, ik kan zitten zeiken of ik kan gewoon doen. Oh, lekker in de wagen. We zetten hem aan. Lekker naar huis cruisen. Lekker rustig aan. Paspoort, alles. Dan kunnen we hier blijven liggen. Zo, heerlijk naar huis getoerd. Briefje van Okke. Je hebt op mijn huisje gepast. Jo, bro, ik lig al. Lekker te maffen. Slaap lekker, maat. Ik zie je morgen. Nou, geef hem groot gelijk. Oké, dames en heren, dat is dan. Wat een avontuur was het in Frankrijk. We hebben gefeest, we hebben gek gedaan. Van alles en nog wat. Heel veel content en leuke dingen. Allemaal met jullie gedeeld. Ik hoop dat jullie van dit avontuur mee hebben genoten. Morgen gaat het avontuur weer verder. Maar dan in Nederland. En dit keer heeft het te maken met iets uit Japan. En dan denk je, Japan? Ja. Ook ga ik de aankomende tijd heel veel met Roy zijn. Ook de focus, maar we hebben ook gezegd, we moeten gewoon veel meer blijven chillen. Want het is gewoon veel te gezellig. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Dus jullie gaan het allemaal zien. Morgen om 5 uur gaat het avontuur weer verder. Wees er morgen bij om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later, toppers. De rieden van de bus gaan rond en rond. Net als jouw maag.